zo belangrijk om juist nu aandacht te besteden aan mensen met dementie? Inderdaad, corona zorgt voor extra eenzaamheid bij die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. En wat veel mensen niet weten is dat dementie doodsoorzaak nummer 1 is. Op dit moment hebben we ook heel veel mensen met dementie in onze regio. 2470 in het land van Kuik en Gennep. Maar over 10 jaar 3100. En wist je dat 1 op de 3 vrouwen dementie krijgt? Wat als ik het ben? Ik heb je heel erg gemist, mama. Ik mis jou ook. Vanuit Alzheimer Nederland is er veel aandacht voor dementie, op tv en op social media. Jullie zetten je daar, als regionale afdeling van Alzheimer Nederland, hier ook voor in. Ans, kun jij eens vertellen wat jullie als regionale afdeling Land van Kuik en Gennep zoal doen? Wij zijn betrokken bij het programma Dementievriendelijk. Daarnaast organiseren we onder andere Alzheimercafés. Dat zijn bijeenkomsten voor mensen met de ziekte dementie, hun mantelzorgers, familieleden, andere belangstellenden. Het is een ontmoetingsplek voor mensen om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en informatie te krijgen van ervaringsdeskundigen of professionals. Maar nu, door corona, kunnen mensen minder goed samenkomen. Hoe bereiken jullie dan toch die groep die zo'n behoefte heeft aan ondersteuning en een luisterend oor? Ja, dat is moeilijk op dit moment. We proberen via korte uitzendingen, via de lokale tv en radio, om deze mensen toch contact te leggen met deze mensen. En daarin geven we ook informatie waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag of voor een praatje. En daarin geven we ook tips van op welke manier ze nu thuis kunnen blijven. Om vanwege het feit dat er nu zo weinig activiteiten zijn en soms ook geen dagbestedingen. En waar kunnen mensen die informatie dan vinden? Op de Alzheimer regio-site. Dan, als je Alzheimer Nederland inklikt, dat is een site voor onze eigen regio, alzheimernederland.nl. En daarna in jouw buurt. En daar komen de regio's in beeld. En dan kun je klikken op Land van Kuik en Gennep. En dan kunnen mensen op die regionale pagina kunnen mensen vinden wat wij nog meer doen voor de lokale radio en tv. En daarnaast kan iedereen gewoon kijken op dementie.nl. En er is natuurlijk ook nog altijd de Alzheimer-telefoon. En zodra het kan, gaan we natuurlijk een echt café organiseren. Coronaproof, veilig voor iedereen en met koffie en thee. Want Alzheimer-cafés zijn heel belangrijk, vooral in onze regio, want er zijn steeds meer mensen met dementie. En we hebben 2 kinderen. Een zoon en een dochter. Hoe heten jullie kinderen? Dat weet ik wel. Dat komt zo wel weg.